Anton Jansen vandaag verloren, maar dat had ook zomaar anders kunnen zijn in deze wedstrijd. Nou, dat had anders moeten zijn, denk ik. Want ik denk dat er maar één ploeg recht had op de winst, en dat waren wij. Ja, uiteindelijk word je daarin niet beloond, omdat je zelf niet scoort en HSC maakt één doelpunt. En nou ja, goed, dat is zeer vervelend. Hoe komt dat? Want inderdaad, wat je zegt, je hebt hartstikke veel kansen. Volgens mij 2 of 3 keer op de paal. Ja, mogelijkheden heeft daarna niet gelegen. Nee, dat klopt. En dan, ja goed, ik denk dat het, dan moet het geluk zijn. Het kan ook natuurlijk overtuiging zijn, het maken van de kansen. Maar nou goed, het benutten van de kansen is ook niet altijd makkelijk gezien de wind. Nou, dat zag je ook aan de goal van de HSC. Wat eigenlijk een goal die gemaakt wordt met hulp van omstandigheden. Nou goed, we hadden dat geluk vandaag niet en dat was hartstikke jammer. Maar ik denk dat we enorm gestreden hebben, kansen gecreëerd hebben. Ik vind dat we het prima gedaan hebben, gezien het veld en de wind. En zelfs met 10 man nog HSC onder druk gehouden. Maar uiteindelijk is het niet gelukt. En de rode kaart vond ik ook zeer twijfelachtig. De eerste gele kaart, dat is duidelijk. De tweede gele kaart, ja, dat is zeer ongelukkig. Dat vind ik niet terecht. Wat gebeurde daar? Ja, Nieke Verstegen ging door en nou, die kreeg een duwtje mee en die valt, probeert dan nog de bal te halen, maar toch niet om een keeper te blesseren of nou ja, dat verschil moet je kunnen zien, denk ik. Ja. Er was vanuit jouw staf ook veel commentaar op de scheidsrechter over de gehele wedstrijd zelfs, moet ik zeggen. Hoe kijk jij dat tegenaan? Ja, nou goed, ik ben nooit zo van om scheidsrechters te bekritiseren. Ik vond dit keer wel dat hij wat meer voor de HSC floot dan voor ons. Zomaar vertellen. Ja. Als je nu naar de ranglijst kijkt, dan wordt het nog wel spannend voor jullie. Jawel, we hebben een zeer wisselvallig seizoen tot nu toe. En ja, goed, vorige week hebben we prima gespeeld aan Achilles. We schouwen het toch een beetje als een startpunt. Dit keer is het niet gelukt, ondanks dat we prima gespeeld hebben. Nou, een klein beetje geluk ontbreekt nu. Maar als wij zo voetballen, dan gaan wij nog wel een paar plaatjes stijgen. Oftewel, het vertrouwen is er. Ja, absoluut.